mevrouw Van Velzen, zijn we zover? Wel, ik moet met vreugde vaststellen dat ieder van u tot de juiste oplossing is gekomen. Ja, vroeger waren moordenaars ook niet zo verschrikkelijk bij de hand, hè, inspecteur. Dat, mijn beste meneer Barvoet, zou ik niet zo 1, 2, 3 willen beweren. Als ik alleen maar denk aan de moord op een winkelierster, een zaak die tot nu toe nog altijd onopgelost is gebleven. Oh, ja. Maar deze niet. De beroemde Tony Barretta heeft dit toch maar weer even voor elkaar gebracht. Toch, ja, inderdaad. Er klinkt iets papegaaierigs in uw stem, meneer Van Gogh. Vindt u? Dat. Juffrouw Van Velzen, wat was er nodig om de moordenaar van Moes Gaasbergen in de smoezelige kraag te grijpen? Nou, ik heb me eerst bezig gehouden met het tijdstip van de moord, inspecteur Polak. Ja? Ziet u, ik dacht zo. Moe had met haar kostgangers gegeten om 6:30. Toen waren de eters weggegaan en ging Moe afwassen. Want al de vaat stond keurig schoon in de kast. Dat bewees dat als we aannemen dat voor zo'n afwas ongeveer 1/2 uurtje nodig is, dat Moe om 7:00 nog in leven was. Uitstekend. Meneer Barvoet. Nou, kijk, ik dacht eerst een beetje aan die bakker, hè, maar was zo opvallend. Trouwens, die meneer van Haarlem ook. Toch bracht die bakker me op een idee. De winkels waren tot 10:00 open, hè, en Moe was gewoon om op zaterdagavond haar boodschappen te doen. Dat heeft ze niet gedaan. Want haar boodschappentas stond leeg in de keuken. Mm-hmm. Dus ze is het huis niet uit geweest. Goed. Goed. Van Goor. Ja. Of moet ik zeggen, Barretta. Ja, Moe had dus haar boodschappen niet gedaan. Als ze ze wel gedaan zou hebben, moest ze minstens om 9:30 de woning verlaten hebben. Zodat het tijdstip van de moord moest liggen tussen 7:00 en 9:30. En juffrouw Van Velzen? Dat brengt ons bij Bertus, inspecteur. Want hoe kon hij in het kwartiertje dat hij thuis was om zijn stikkenzak weg te brengen, dan met Moe gesproken hebben? En dat, beste mensen, was de oplossing. Niet zo vreselijk moeilijk dus. Maar goed, er lopen nog meer misdadigers rond. En nog meer slachtoffers. Meneer Van Goor, ja. Ik kom op punten voor op u. Slachtoffers lopen niet rond. Die liggen meestal of ze hangen. Ja. De inspecteur heeft een pik op je van Goor. Ja. Straks eet hij je met huid en haar op en niemand zal iets kunnen bewijzen. Over eten gesproken. Ik heb hier een heel ander geval voor u allen. Het was in januari van het jaar 1946. Een goed half jaar na de Tweede Wereldoorlog. Dat er in de Rogussenstraat een notaris woonde. Die in zijn woning ook zijn kantoor had. Een man overigens die nou niet bepaald een sieraad voor zijn beroep was. Hij was oud geworden, wat op zichzelf natuurlijk geen bezwaar is. Maar met de jaren was hij ook achterdochtig geworden. Eigenzinnig, hè? Bruut, nurks. Hij had 1 zoon en die woonde in Hilligersberg. Zijn vrouw, van de notaris dus, was in de oorlog overleden en de notaris leefde sindsdien helemaal alleen in dat grote herenhuis. Helemaal alleen was misschien wat overdreven, want hij had een huishoudster, Bertha, die op de bovenste verdieping van het huis 2 kamers bewoonde. Met de zoon stond de notaris ook niet op al te goede voet, omdat deze zijn vader voortdurend treiterde met iets dat de notaris in de oorlog had uitgespookt. De notaris had alleen op maandag en vrijdag een niet meer zo jonge duvelstoeljager in dienst, een man die de post afdeed en archief bijhield. En toen, op die bewuste vrijdag in januari, eindigde het eenzame leven van de notaris en begon voor mij de ellende. Want om 11:15 die avond werd ik gebeld door de zoon van de notaris. Of nee, liever gezegd, die belde de politie. Hoofdbureau van politie. Goedenavond. Wie zegt u? Meneer Toeslaten. Hoe zegt u? Moord? Ja, rustig, rustig maar, meneer. Uw vader. Notaris Toeslaten. Ja. Waar? Hoggessestraat 94. En waar vandaan belt u? Juist. Wel, meneer Toeslaten, blijft u rustig daar. We komen naar u toe. En doet u ons een plezier. Raakt u niets aan. Wilt u, laat de hele toestand zoals hij is. Ja, mooi. Tot zo dadelijk, meneer. Inspecteur Polak, ik kreeg net een telefoontje. In de Hoggessestraat schijnt een moord gepleegd te zijn. 10 minuten later was ik op dat adres, Rogussenstraat.
De zoon van de notaris stond mij op te wachten. Inspecteur Polak. Goedenavond. Oh, inspecteur, daar bent u. Komt u binnen. Het is vreselijk, inspecteur. Waar, meneer Toeslater? Boven, inspecteur, boven. In de huiskamer, als ik u mag wijzen. Dat mag, meneer Toeslater. Ja, komt u dan maar mee, inspecteur. Oh, dat is Bertha, inspecteur, de huishoudster van mijn vader. Zij heeft hem gevonden. Hier binnen, inspecteur. Ja? Daar, inspecteur, daar, bij de haard. Dus dat was uw vader. Ja, hij is doodgeschoten, van zeer dichtbij. Geen revolver, geen pistool? Nee, ik heb ook al gekeken, inspecteur, maar er is in de hele kamer geen wapen te vinden. Dat is vreemd. En u vond hem, zoals hij daar nu ligt? Jawel, inspecteur. Tenminste, dat is te zeggen. Eigenlijk heb ik hem niet gevonden, maar de huishoudster Bertha, die heeft mij toen gebeld. Ze was volkomen overstuurd. U was dus niet hier? Ja, ik woon in Hilgersberg, inspecteur. Nou, dan lijkt het me het best als ik eerst maar eens een praatje maak met die Bertha. Kan wat hiernaast in een andere kamer? Oh, de bibliotheek, inspecteur. Of in de salon? Nou, laten we de bibliotheek maar nemen. Ja. Mensen, mensen, gaan jullie je gang maar, hè? Doorzoek de boel grondig op een pistool. Hè? De tuin ook. Zet er desnoods een paar schijnwerpers op. Bertha. Bertha wie, juffrouw? Bertha Bloemena, meneer. En u bent hier huishoudster, juffrouw Bloemena? Al vanaf toen mijn vrouw nog leefde, meneer. Juist. Juffrouw Bloemena, wanneer vond u de notaris? Toen ik om 10:00 thuis kwam, meneer. Ik had mijn vrije avond. Dan ga ik altijd de stad in naar de bioscoop. Vanavond ook. Ik ging gelijk met de notaris de deur uit. Hoe laat was dat? Om 6:30, meneer. De notaris ging zoals gewoonlijk eten in het restaurant. In welk restaurant? In de Hokshoofd, inspecteur. Op de binnenweg, hier vlakbij. En hoe vond u hem, juffrouw? Oh, meneer. Alsjeblieft, juffrouw. Jawel, meneer. Er brandde nog licht in de huiskamer, meneer. Ik wilde vragen of de notaris nog iets nodig had. En toen klopte ik en helemaal, meneer. Juffrouw, kom. Hij gaf geen antwoord, meneer. Niets. En toen deed ik de deur open en lag hij voor de haard. Dood in een grote plas bloed. Juffrouw, wilt u misschien een glas water? Nee, het gaat wel, meneer. Alleen ik zie het nog steeds voor me. Zoiets verschrikkelijks. Dat wens je ergste vijand nog niet toe. Stond u op goede voet met uw werkgever, juffrouw? Ach, meneer, hij was al zo oud, hè. Hij had zijn vrouw verloren en hij was natuurlijk eenzaam. Waarmee u wilt zeggen dat u nogal last van hem had. Ja, de laatste tijd ging het niet zo goed meer, meneer. De notaris had me gezegd dat ik weg moest. Je bent een oud wijf, Bertha. Een suf oud wijf. Maar meneer... Het is afgelopen. Afgelopen, hoor je. Je verdwijnt, je gaat eruit. Ik heb er schoon genoeg van. Maar meneer, hoe moet ik dan heen? Ik heb niemand. En die hebben nog toch beloofd. Je verdwijnt. Je zoekt maar wat. Anders kruip je maar bij het leger des heils. Ik mocht nog een maand blijven, meneer. Maar dan moest ik weg. Waar moest ik naartoe? Hij wilde me geen loon betalen, meneer. Als vergoeding voor de dingen die ik gebroken had. Het was dus duidelijk dat er iets mis was, Bertha. Als u het zo noemen wilt, meneer. Juist. Nog één ding, juffrouw Bloemena. U zei dat u om 10:00 thuis kwam? Jawel, meneer. En dat, dames en heren, begreep ik niet. Want waarom werden wij dan pas om 11:15 gebeld? Maar ik kwam er al gauw achter toen ik de zoon van de notaris op de korrel nam. Gaat u zitten, meneer Toeslater. Oh, dank u, inspecteur. Vertelt u mij eens, meneer Toeslater. U belde ons zo rond 11:15. Maar juffrouw Bloemena, Bertha, vertelde mij dat zij om 10:00 thuis kwam en het slachtoffer vond. Hoe moet ik dat rijmen?
De waarheid is, inspecteur, dat ze mij belde om 21:15 toen ik net thuis was. En daarna moest ik helemaal van Hilligersberg terug naar de stad rijden. Daarna kost het mij ongeveer 15 minuten om haar een beetje rustig te krijgen, begrijpt u? En toen heb ik u gebeld. Rijkelijk laat dus, meneer Toeslater. En waar was u in de stad, voordat Bertha u belde? Tja, waar was ik? Ja, dat vroeg ik. Ziet u, ik was op weg naar mijn vader. Zo ongeveer 9:00 besloot ik hem op te zoeken. Ik belde, maar ik kreeg geen gehoor. Een sleutel van het huis heb ik niet en Bertha had een vrije avond. Ik heb daarna wat in de stad rondgezworven, ik heb een biertje gepakt en... Ja, toen ben ik naar huis teruggegaan. Dat ik tegen 9:00 pas van huis ging, dat kan mijn vrouw getuigen. Meneer Toeslater, hoe laat was u weer thuis? Laat eens kijken. Even over 10:00. En wat was het doel van uw voorgenomen bezoek aan uw vader, meneer Toeslater? Ja, kijk u eens, inspecteur. Dat is een privézaak. Ik wilde nog eens met hem praten over iets wat een paar weken geleden speelde. En ik zeg je dat je daar niets, maar dan ook helemaal niets mee te maken hebt. Gaat je niet aan. Bemoei je met je eigen zaken. Dit zijn mijn zaken, vader. Daarvoor hebben wij deze oorlog uitgevochten. Uitgevochten? Dat praat over vechten. Dat je nou een blauwe maandag bij de ondergrondse gezeten hebt en een paar blaadjes hebt rondgebracht. Heeft de BS je dat ingefluisterd? Wie heeft u ingefluisterd dat u de spullen van Joodse landgenoten achterover moest drukken, vader? En wie fluisterde u in dat u gemene zaak met de mof maakte? En wie fluisterde u in dat het goed was om vriendjes met bepaalde NSB'ers te zijn? Geen cent krijg je van me. Geen cent, hoor je? Ik schrap je uit mijn testament. Ik zou uw geld niet eens willen. Maar wat u van die arme donders gestolen heeft, dat zal op de goede plaats terugkomen. Dat zweer ik u. Nou is genoeg. Hoor je? Genoeg. Eruit. Deur uit! Ik ga wanneer ik dat wil. Ik bel de politie. Doe dat, vader. Dan kunnen ze een leuk verhaal horen. Dat moet u vooral doen. Ik wilde nog een poging doen om tot een vergelijk te komen. Want dat het allemaal uit zou komen, daar was ik van overtuigd. Maar u weet zeker dat u uw vader vanavond niet meer heeft gesproken. Inspecteur, denk toch niet dat... Ik denk helemaal niets, meneer Toeslater. Vertelt u eens, meneer Toeslater... Was er nog iemand bij uw vader in dienst? Ja, Heijmans, inspecteur. Alleen op maandag en vrijdag... Hij deed voor mijn vader zogezegd het vuile werk. Het vuile werk? Ja, het archief bijhouden, de post en... Oh. Waar woont die Heijmans, meneer Toeslater? Op de linker Rottekade, inspecteur. Mooi, dan zullen wij die maar eens van zijn bed lichten. Meneer Toeslater, u blijft toch wel ter beschikking? Natuurlijk, inspecteur. En zo, juffrouw Van Velzen, mijn heren, had ik toen een gesprekje met die meneer Heijmans. Het is een verschrikkelijke zaak, inspecteur. En als ik u ergens mee kan helpen? Meneer Heijmans, u bent in dienst bij de heer Toeslater. Nou, in dienst, ja. Nou, tot nu toe wel, inspecteur. Juist, ook vandaag? Ja hoor, inspecteur, het is immers vrijdag. Hoe laat ging u weg, meneer Heijmans? Ik was al om 5:00 klaar, inspecteur. En gezien de toestand waarin de notaris verkeerde, ben ik ook niet langer gebleven dan strikt noodzakelijk was. Hoe bedoelt u dat, meneer Heijmans? Was er iets met hem? Nou, dat zou u wel kunnen zeggen, inspecteur. Meneer Heijmans! Meneer Heijmans! Voor de drommel! Hoort u mij niet roepen, meneer Heijmans? Ja, ik was even bezig. Nou, dat verwondert me zeer. Waar blijven verdooien die taxatierapporten van Verkruisen waar ik al 2 maal om gevraagd heb? Moet ik soms ook mijn knieën voor mijn ondergeschikte? Ben ze aan het zoeken, meneer de notaris? Zoeken? Zoeken? Die moet u toch direct kunnen vinden? Ik heb u aangenomen om het archief bij te houden. Wat is dat dan voor flauwekul dat u iets niet kunt vinden? Ja, maar mijn voorganger, meneer de notaris... Ja, jawel. Schuif de schuld maar op iemand anders. Meneer Heijmans, als ik die rapporten niet in een kwartier hier op mijn bureau heb... dan moet ik helaas constateren dat u minder voor uw taak geschikt bent dan ik verwachtte. Maar meneer de notaris, ik voor dat drommel, man, wat sta je dan nou toch te wouwelen en te hakkelen? Breng me die rapporten! Jawel, meneer de notaris. En toen kwam dat vreemde telefoontje, inspecteur. Een telefoontje? Ja, inspecteur. En ik zal u maar meteen bekennen dat ik heb meegeluisterd, omdat ik de zaak niet vertrouwde. Er belde een onbekende. Een onbekende man. Met een Duits accent. Toeslaten. Ja, Heijmans, geef maar door. Toeslaten hier. Goedemiddag, notaris. Hoe maakt u het? Met wie spreek ik voor de drommel? Kom, notaris. U kent mij nog wel. Hoe zou u mij trouwens ooit kunnen vergeten? 1943, notaris. Die executie op het Hofplein. Pleunis. Koert Pleunis. Wat? Ziet u nou wel, notaris. Uw geheugen is nog prima. Er is ook zoveel gebeurd, nietwaar, notaris, dat u gewoonweg niet alles kan vergeten. Maar
Waar kom jij vandaan, man? Hoe? Rustig maar, notaris. U kunt beter vragen waar ik niet vandaan kom. In ieder geval niet uit de hel, waar ik volgens u al lang had moeten zijn, nietwaar? Ik heb niks meer met u te maken. Oh, jawel, notaris. U heeft wel degelijk met mij te maken. Wij hebben een overeenkomst gesloten, weet u nog wel? Een erg kostbare overeenkomst. Het spijt me, Peunis, maar je kunt maar beter weer ophangen en nooit meer iets van je laten horen. Ik weet niks. Wat is dat nu, notaris? Weet u helemaal niets meer af van Joodse eigendommen? Van die prachtige, glanzende steentjes? Ik weet alleen dat ik een oud nazi aan de lijn heb en dat die me danig de keel begint uit te hangen. En ik, notaris, weet dat ik u straks maar even zal komen opzoeken om uw geheugen weer wat op te frissen. Wat zegt u van 7 uur? Schikt dat? Jij kunt... Ik weet heel goed wat ik kan, ouwe oplichter, schwijn. Ik kan rond 7 uur bij jou zijn en je vragen mij mijn eigendommen terug te geven. En jij zult wel niet zo stom zijn om de politie in te lichten. Want geheul met de vijand en een lidmaatschap van de NSB, ook al heb je dat zo prachtig verdonkere maand, is geen aanbeveling voor een notaris, wel? Jij... De conversatie wordt mij te eenzijdig, vriend. Tot 7 uur. Vervloekt! Vervloekt nog aan toe! Ook dat nog! Riep u, meneer de notaris. Als je niet maakt dat je wegkomt! Ik ben al weg, meneer de notaris. Neem me niet kwalijk, meneer de notaris. Vuile, smerige nazi! Ja, dat was het zo ongeveer, inspecteur. En u bent niet meer op kantoor geweest, meneer Heijmans? Nee, meneer. Nou ja, dat wil zeggen, niet meer binnen. Nee? Inspecteur, ik ben nogal nieuwsgierig van aard. Te oordelen naar dat telefoontje, ja. Inderdaad. Ja, dus ik besloot in de buurt van het huis te blijven en te wachten tot 7 uur. Ik zag de notaris vertrekken om te gaan eten. En ik zag ook de notaris weer terugkomen. En ik zag hoe er een man aanbelde. Ja, dat moet om 7:50 zijn geweest. En wat gebeurde er toen verder? Nou, eigenlijk niet zo wel, inspecteur. Die man die kwam 7:50, ja, zoiets weer naar buiten, stapte op zijn fiets en reed weg. Nou, toen ben ik naar huis gegaan. Niet naar kantoor? Nee, waarom zou ik, inspecteur? En u heeft geen schot gehoord? Nee, inspecteur, anders had ik toch wel de politie gewaarschuwd. Wel, meneer Heijmans, vertelt u mij dan maar eens hoe die man op die fiets eruit zag. Nou, dat was een lange kerel hoor, inspecteur. Zoals ik zei, hij kwam op een oude fiets. En had zo'n smal bruin gezicht. En wij kregen een heel bruikbaar signalement, juffrouw, mijn heren. Het duurde even, maar we kregen dankzij dat signalement die Koert Pleunis te pakken. Op een klein kamertje op de Groene Hille Dijk. Maar hoewel hij begreep dat hij zich wel voor het een en ander zou moeten verantwoorden, bezwoer hij ons bij hoog en bij laag dat hij de notaris niet naar de andere wereld had geholpen, al had hij er wel degelijk een reden voor. Verdamd, inspecteur, natuurlijk! Ik had er alle reden voor, maar ik heb het niet gedaan. Ze kunnen me overal van beschuldigen, maar daar niet van. Maar de hond heeft het wel verdiend. Hij heeft ervoor gezorgd dat er mensen verdwenen nadat hij eerst hun spulletjes in verzekerde bewaring had genomen, met de belofte dat hij voor goed geld wel iets voor hen kon doen. En hij had mijn bezittingen verdonkermaand, omdat hij dacht dat ik wel nooit meer zou opduiken. Goed, wij hadden ruzie, en niet zo'n beetje ook. Maar ik heb hem niet gedood. Maar men heeft u gezien, meneer Pleunen? Natuurlijk! Maar dat bewijst niets. Bewijst u maar dat ik het gedaan heb, inspecteur. Alleen maar bewijzen, meer niet. Hij was een harde, of hij had het inderdaad niet gedaan. Dat was de kwestie. Kortom, u tast in het duister, inspecteur. Och, in het duister. In ieder geval was het zeker dat de notaris inderdaad in het restaurant de maaltijd had gebruikt om 7:15. De gérant daar kon me zelfs nog precies vertellen wat hij had gegeten. In ieder geval hadden we de zekerheid dat de notaris neergeschoten moest zijn tussen het moment dat hij de sleutel in het slot stak en het moment dat Bertha haar werkgever vond. Dus tussen de tijdstippen 7:15 en 10:00. Maar dat was dan ook alles. Het pistool was niet te vinden. We hebben zelfs de vijver in de tuin nog geleegd. En ik was ervan overtuigd dat één van deze drie mannen, Bertha even buiten beschouwing latend, het gedaan moest hebben. Ja, en kreeg u hem ook echt te pakken, inspecteur? Oh ja, meneer Barrevoet. Ik kreeg de schuldige te pakken. Maar hoe dan, inspecteur? Tja, dat is nou precies wat ik van u wil weten, juffrouw Van Velzen, mijn heren. Dat is uw opdracht om daar achter te komen.